Diego Maradona groeide op in een arme wijk in Buenos Aires in Argentinië. Hij werd een van de beste en beroemdste voetballers ooit. Hij speelde eerst in Argentinië en ging daarna naar Barcelona. Maar bij Napoli in Italië werd hij pas echt een voetbalheld. Hij maakte die ploeg 2 keer kampioen van Italië. Dit filmpje komt uit die tijd. Een legendarische warming-up voor de wedstrijd. Toveren met de bal. In 1986 was er veel aandacht voor dit historische doelpunt voor Argentinië op het wereldkampioenschap. Hij scoorde met zijn hand. Scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Het was de hand van God, zei Maradona later. In dezelfde wedstrijd maakte hij dit doelpunt. En dat werd gekozen tot het doelpunt van de eeuw. Argentinië werd in 1986 ook wereldkampioen. Met een hoofdrol dus voor Maradona. Maar daarna gaat het slechter met hem. Hij gebruikte drugs en mocht daarom een tijd niet spelen. Nadat hij stopte als voetballer kwam hij vooral in het nieuws door zijn gezondheidsproblemen. Hij had hartproblemen, overgewicht en leefde ongezond. Diego Maradona is in Argentinië overleden.